Vandaag gaan we weer proefjes doen. We gaan tegen de lamp doen. Oeh, spannend. We gaan dansen door rozijnen doen. We gaan de vallende mok. En nummer 4, een slang van zeepsop. Waar gaan we mee beginnen vandaag? We beginnen met tegen de lamp. Maar dan moeten we een locatie verplaatsen. Want we moeten naar een donkere ruimte toe. Kom maar mee! Bij ons is de donkerste locatie de kelder. We zijn dus ondertussen in de kelder beland. Hier is het al donker, maar we hebben nog een lampje aan. Dat moeten we dadelijk natuurlijk uitdoen. Begin eerst maar eens eventjes met de ballon over je hoofd te wrijven. Dan hebben we een TL-lamp. Wat denken jullie wat er gaat gebeuren als we zo meteen de lamp tegen de ballon houden? Licht gaat dat dan. Licht. Nou, dan draai ik de lamp uit. En dan mogen jullie dadelijk de ballon tegen de lamp houden. Daar, zag het! Heel klein beetje maar. Ah, waar is hij? Ah, zeker. Ja, ik zie hem. Ja, ik zag het. Hebben jullie nou ook enig idee waarom dat die lamp licht gaf? Omdat je op het haar wrijft, dan komt er elektriciteit op de ballon. En een lamp heeft elektriciteit nodig om te branden. Ja, als je met een ballon op je haar wrijft, en dat noemen we statische elektriciteit. En als die ballon tegen de lamp aankomt, dan springt die elektriciteit over naar de lamp. Het werkt wel alleen maar bij een TL-lamp of een spaarlamp. Daar zit een gas in wat die elektriciteit om kan zetten naar licht. Bij een gloeilamp werkt het niet. Jee, volgende opdracht! Yay! In het volgende proefje gaan we rozijnen laten dansen. Paar moet ik opeten. Gooi er maar eens een paar in het water. Ah ja! Dat is goed. Leuk! Met bubbeltjes! Ja! Waarom denken jullie nou dat die rozijnen gaan dansen? Omdat het prikken is. Waarom zweven ze omhoog? Omdat er heel veel water in zit. Omdat de bubbeltjes omhoog gaan en de rozijnen zitten vol met bubbeltjes, dus die gaan met. Ja, dat is maar rond. Prik. Waarvan prik? Dat is koolzuurgas. Goed. Koolzuurgas, dat is lichter dan water. Dus de koolzuurgas, de bubbeltjes, die hechten zich vast aan de rozijntjes. En er zitten dan zoveel bubbeltjes aan vast, zodat de rozijn met de bubbeltjes lichter wordt dan het water. En daardoor gaan ze omhoog. Maar als ze dus aan de oppervlakte komen, knappen de bubbeltjes kapot en dan zakken ze weer omhoog. Totdat er weer een nieuwe bubbeltje aan zitten. Kijk, ik heb hem eruit gemaakt. Eens kijken hoe het smaakt. Yes. Voorzichtig, hè? De mok en de sleutel. De mok en de sleutel? Ik snap er helemaal niks van. En de mok. En de mok. Het is een potlood, een stokje en een stokje. Er zit een sleutel in. Het andere uiteinde gaan we aan het oor. Er zijn andere sleutel. Welke oor? Het oor van de mok. Gaan we de mok laten vallen. Hou de stok eronder. Die houden we hoger dan de mok. Ja? En dan laten we op een gegeven moment laten we de mok laten we vallen. Wat is dit? En dan mag de mok mag niet op de grond kapot vallen. Zo, even dit. Ik had de verkeerde uitleg gegeven. Het was fout gegaan. Daarom viel er ook bij iedereen steeds de mok. We
gaan het proberen herhalen, maar nu met een goede uitleg. Hier komt ie. We pakken in één hand pakken we de sleutel en pakken we in de andere hand de stok onder de touw. Dan trekken we de touw strak, de sleutel omlaag en dan laten we de mok vallen. Hé! De mok valt naar beneden door de zwaartekracht. De mok trekt harder aan het touw dan de sleutel, omdat de mok zwaarder is. De sleutel beweegt omhoog, maar ook opzij. Daardoor gaat de sleutel met het touw rond het potlood draaien. Als het touw vaak genoeg om het potlood is gedraaid, blijft het touw vastzitten. En de mok die blijft hangen. De laatste proef. Ik krijg een fles. Silly, we hebben het zelf gedaan. Buinabak met afwasmiddel. Ik heb deze. Oh, het ruikt is heel lekker. We krijgen allemaal een badstofje en een elastiek. We hebben de fles de bodem uitgehaald. Pakken we het doekje, de bom, en zetten we vast met de elastiek. Dat is echt lekker. Maak je een groot sapje. Ik heb maar geen idee wat we gaan doen. Ik vind het niet echt uit. Nu is de bedoeling dat we het doekje erin stoppen. Zo erin. En dan gaan blazen. Nou, hebben jullie nou ook enig idee? Oh, fans. Ja, fans.